Hallo en baie welkom by 'n insetsel van Afrikaans in die buiteland. Ek is Marley, die uitvoerende direkteur van Viva en vandag gesels ons met Gys, 'n Nederlander wat in Nederland bly wat baie lief is vir die Afrikaanse taal. Gys het in 2016 vir 6 maande by die NWI se Potchefstroom kampus kom studeer en hy is tans besig om sy meestersgraad in teologie te voltooi. Hallo Gys. Hallo Marley. Hoe gaan het daar in Nederland? Ja, dit gaan baie lekker hier. Eindelijk is ik nou in België. Ik is in Nederland en België. Hoe studeer jij in België? Ja. Goed, wat is die universiteit waar jij studeert en al? Ik zat aan die Evangelische Theologische Faculteit, die ETF in Leuven. Wonderlijk. Nou, ga eens vertellen ons een beetje meer van jou. Zo, ik is 25. Ik zat theologie. Ik is in Nederland en in België gespat en ik had ook in Afrika gespat bij jullie. En eindelijk had ik baie gespat over die wereld. Als ik nou zo kijk aan België, in Afrika, is het dus baie lekker. Wonderlijk. Dit fascineert mij dat jij als een Nederlander zo lief is voor die Afrikaanse taal. Waar het jouw belangstelling in Afrikaans begin? Eindelijk had ik glad niet Afrikaans willen leren. Ik was bij die PUC. Toen had ik gezien, een prof heeft mij gezegd, Gys, ik ga jouw examen geven in Afrikaans. Ik zei, nee prof, ik wil het in Engels doen. Hij zei, nee, Afrikaans ga je ook leren, want dit ga je bij je helpen om vrienden te maken. Zo, ik heb theologie geswat en Afrikaans. Was bij je hard. Maar ik heb terechtgekomen en ik is blij dat ik terechtgekomen. Zo, ik heb bij je vrienden gemaakt, lekker gekuier en ik is lief om nog steeds in Zuid-Afrika te kuier. Dit is wonderlik. Ek is baie bly vir daardie professor wat maar aangehou het en gesê dat jy in Afrikaans moet studeer, want kyk nou, nou kan ons lekker met mekaar in Afrikaans gesels. Ek weet dit ook. Gys, sê vir my, wat is jou gunsteling Afrikaanse woord of woorde? Wel, mijn gunsteling Afrikaans woord had je net gesê, dat is gunsteling en stokparkies. Ons zijn voor gunsteling zijn het favorieten, baie Engels. En ons zijn voor stokparkies zijn ons hobby's, dus ook baie Engels. Jullie hebben zo mooie woorden voor dit. Nou, Tune, wat is jouw stokparkies? Haha, mijn stokparkies is lekker om te lezen, om te lopen en om te zwemmen. En om te zwemmen, wel, als het een beetje warmer is, zoals dit nu daar is in Europa, nee. Ik geniet het nou baie om te zwemmen hier. Gys, daar is baie woorde in Afrikaans en Nederlands wat in dieselfde kontekste gebruik word, maar daar is ook Afrikaanse woorde in Nederlands wat verskil van mekaar. Ek weet in Suid-Afrika praat ons baie keer van 'n kar waar jy praat van 'n auto. Kan jy vir my van nog voorbeelde vertel? Ja, jy het baie mooie woorde vir goedies. Ons praat ook oor 'n jy praat oor 'n lugwaardin en ons praat oor 'n stewardess, ook baie naby Engels. En ik heb nou ook een spel met een vriend van mij in Afrika. En ons zoekt die anglicismes in Engelse taal, of in die Afrikaanse taal en in die Nederlandse taal. En ik moet eerlijk zeggen, die Afrikaanse taal heeft minder anglicismes dan ons het. Dit is baie interessant. Nou, hoe blij jij in voeling met die Afrikaanse taal, Gys? Maak jy, leer jy vir jouself Afrikaans, praat jy met ander Afrikaans sprekendes? Is daar mense in Nederland en België wat ook Afrikaans met jou kan praat? Of hoe bly jy in voeling? My prof is een Afrikaner en ek praat met hom Afrikaans. En ook een van die studenten het 4 jaar lang in Afrika gebly en hy praat ook Afrikaans. Maar met hom praat ek nie Afrikaans nie, maar daar is moment dat ons samen gesels. Ons het een studentendominee wat ook Afrikaans praat hier. En ik heb nu een omgeving gekregen met baie mensen wat Afrikaans praat. Ik praat met hulle Afrikaans. Ik praat met mijn vrienden uit Zuid-Afrika praat ik Afrikaans. En ik hoor die radio. Ik kijk Afrikaanse flikkies op YouTube. Ik lees Afrikaans. Ik is baie lief voor Irma Joubert en Karel Schoeman. Ik geniet het baie. Dit is wonderlik om dit te hoor, Gys. Ek kry sommer hoendervleis om te hoor dat daar mense is wat nie Afrikaans sprekendes is wat in Suid-Afrika woon nie, maar dat oor see is daar ook mense wat so liefde het vir ons taal en dit maak my so trots en so bly. En ek wil nou by jou hoor, jy was 6 maande in Suid-Afrika gewees. Hoe was dit vir jou hier in Suid-Afrika?
Oh, dit is baie lekker. Ik heb dit baie geniet. Jullie hebben zo'n mooi land. En jullie is zo ouderlijke mensen. Rarig. Ik is verliefd op Zuid-Afrika. Ik is baie lief voor Afrika. Ach, baie dankjewel. Ik is zo blij om dit te horen. En ik denk enige Zuid-Afrikaner zal ook blij wees om te horen dat je sê ons het sulke warm en vriendelijke persoonlijkhede. Ja, jullie moeten het vasthouden. Jullie is... Jullie kuier is zo lekker. Ik mis het raar in Nederland. Nou, gaan jullie weer Zuid-Afrika bezoek, Gijs? Ik ook vinnig, baie vinnig. Ja, sy. Nou, het jy enige oulike stories om vir my te vertel van jou tyd wat jy in Zuid-Afrika was? Ach, ek het baie. Ek vertel nog dageliks over Zuid-Afrika, hoe lekker daar die land dat jylle is en die story wat ek meegemaak het. Maar daar is wel één story wat vir my baie snaaks was toen ek in die Kure Wildtuin was en dat ek die Groot Vijf gezien het in één dag. En het twee keer die Groot Vijf gezien het. Zo twee keer een olifant, twee keer een leeuw, twee keer een buffalo. Dat was baie lekker. Dit is ongelooflijk. Weet je, daar is soveel mense wat die Kruger Wildtuin besoek, jaar na jaar, en nie eers die al Groot Vijf sien in hulle tydperk wat hulle die Kruger Wildtuin besoek nie. En jy sien hulle sommer twee keer op één dag. Dit is fantastisch. Ja, maar jullie zijn allemaal Gijs, of die ATGT en al die Europeërs, jullie zien glad niet die Groot Vijf in één dag niet. Maar ik geloof jullie glad niet. Ongelooflijk. Nou Gijs, baie dankie voor die gesels. Het was so lekker om met jou te praten. En blij alsjeblieft met onze verbinding. En dankie dat jij ook jouw bijdrage levert om Afrikaans een internationale taal te maken. En dat jij ook so passievol is voor ons taal. Baie dank voor hierdie kei en ek is baie lief om nog een bietjie Afrikaans te praat. Nou toe, ons bly in verbinding met mekaar en ons gaan selfs dan weer binnenkort. Daar sê, en dit was een insetsel van Afrikaans in die buitenland. Hou gerus ons Facebookblad en Instagramblad op. Vir meer besonderhede, besoek ook gerus ons webwerf by www.viva-afrikaans.org vir meer inligting. Tot de volgende keer.